Een man heeft 6 kinderen. Ja, dan praat je over een liefhebber, hè? Zij is gewoon erg fijn op de trots. Hij is trots op het feit dat hij 6 kinderen heeft, hè? Zelfs zo trots dat hij zijn vrouw niet meer bij haar naam noemt. Hij blijft haar consequent moeder van 6 noemen. Ja, dat is irritant. Ja, dat is toch redelijk vervelend, hè? En die vrouw vindt dat ook niet leuk, weet je. Ik bedoel, als je zo'n soort legbatterij bent, weet je wel. Hallo, moeder van 6. Dat gaat maar door ook, hè. En op een avond gaan ze bijvoorbeeld naar een feestje. En die man die krijgt dat overmaat van ramp ook nog een beetje een borrel op, weet je wel. En als hij naar huis wil, zij was de Bob in dit geval, schreeuwt hij echt door die hele tent heen. Iedereen kon het horen. Hey! Moeder van 6! Haha! Is het niet tijd om op te stappen? En die vrouw die raakt geïrriteerd. Die zit zelf ook in een gesprek. En die zegt, nou, wanneer jij zover bent hoor, vader van 4. Over keihard gesproken, de bruid na de eerste huwelijksnacht. En die trouwring was ook al te klein. Ja, vooral grappig, hè? Ja. Even kijken. Twee vrouwen staan in de kleedkamer van de sportschool. En de een merkt op dat de ander geen verlovingsring meer draagt. Dat was kennelijk voorheen opgevallen. En ze zegt, oh zeg, nu zie ik nou geen ring meer. Is de bruiloft gecanceld? Ja! Antwoordt de ander. Ik zag hem gisteren in zijn zwembroek en hij ziet er zo onaantrekkelijk uit zonder zijn portemonnee. Normaal zijn vrouwen nooit zo, hè? Nee. Helemaal niet. Over vrouwen gesproken die niet zo zijn. Bram en Moos, die staan te liften. Bram en Moos, Joodskoppel, hè, weet je wel. Staan te liften. Een Italiaan met een Ferrari stopt. Mm-hmm. Dat is een aardige Italiaan. En je laat mensen niet zomaar staan, hè? Nee. Dus hij neemt ze mee in die Ferrari. En al gauw vliegt die donkerrode bolide over het asfalt. Ja. 100, 120, 140, 170, 200, 250 kilometer per uur. En Moos die wordt een beetje bleek rond de neus. Ja. En die zegt, ik geloof dat ik er ben. Mag ik er alsjeblieft uit? En de man die stopt, is een hele vriendelijke Italiaan. Dus die Italiaan die stopt. Dat is belangrijk. Alleen voor deze. Die auto staat nou niet om een mop heen. Nee, ja. Nou goed. En die auto, Moos stapt uit, hè. Maar Bram, die vindt het wel leuk. Dus die rijdt met die Italiaan verder. En 10 kilometer verder vliegt die bolide met een enorme vaart uit de bocht tegen een boom. Nee. Bram en die Italiaan, beide op slag dood. Een paar dagen later wordt Bram begraven. Natuurlijk komen Moos en zijn vrouw Sarah ook. Bij de condoleances, je weet wel, comité, keekie, ziet dat Dina, dat is de weduwe van Bram, een schitterende nieuwe bontjas draagt. Zo, hoe komt ze daar aan, vraagt Sarah. Ja, levensverzekeringen, zegt Dina, de weduwe. Ze hebben heel goed uitbetaald na zijn overlijden. Zo, zegt Sarah tegen Moos. En jij moest er nodig eerder uitstappen. Was leuk vertellen als iemand die zei van... ik heb laatst tegen Mohammed Ali gebokst. Nou, ik denk, maar dat kan toch niet? Nee, dat kan toch niet? Nee, hè? Mohammed, hij zegt, eerst kwam Mohammed en toen kwam Ali. Zullen we er één doen? Ja. Twee oude vrienden komen elkaar na jaren weer eens een keertje tegen. Ja. In een restaurant. Zeg, ga jij nog steeds met het ene meisje? Hoe heet ze zo alweer? Nee, zegt die ander. Die is doodgebloed. Ze had syfilis. Ja, dat kan toch helemaal niet. Hij zegt van syfilis kun je toch niet doodbloeden? Hij zegt, ja, wel als je het aan mij geeft. De mannen van zomertijd maken een bende. Maar dat is een schuld die het ligt aan de drank. Tussen 4 en 7 een bak vol ellende. We worden dus knetter van alles gejankt. Ja, we gaan naar de klote. Waar komt dat door? Dat komt door de rouwen. Alleen nog maar
zee. Ja, ben even de tel kwijt. Woensdag. Woensdag. Dat is dagelijks dingetje. Ja, ja, dat is heel goed. Dagelijks dingetje. Hebben we een actuele, hebben we een leuke? Nou, weet ik niet. Even kijken. We hebben een heleboel. We hebben een goed voorbereid programma. We gaan het nu uitzoeken. Ja. En dan ook prijzen? Ja, Veronica prijzen.